Kom eens bekijk hierdie skedule van ons een bykie nader. Ons is sien, elke prijs word geassocieer met een bepaalde hoeveelheid gevra. Soos bijvoorbeeld de prijs van 7, is die hoeveelheid gevra 2. De prijs van 5 is die hoeveelheid gevra 6. En die prijs van 2 is die hoeveelheid gevra 12. Die groot vraag is echter, hierdie skedule voldoen dit aan die wet van vraag. Daar die wet van vraag het ons sê, daar is een inverse verhouding tussen prijs en hoeveelheid gevra. Kom ons gaan kyk een bykie. Ons neem een afname in die prijs. En ons begin by een prijs van 7. Prijs van 7 word geassocieer met een hoeveelheid gevra van 2. Kom ons aanvaar die prijsdaal van 7 na 2. Ten prijs van 2 is hoeveelheid gevra 12. So, ons sien die prijsdaal van 7 na 2, of dan met 5. En dit lei na een toename in hoeveelheid gevra van 2 na 12. En weer die verandering is gelijk aan 10. Daling in die prijs, toename in hoeveelheid gevra. Kom ons neem een toename in prijs. Ons begin prijs van 3, wat geassocieer word met een hoeveelheid gevra van 10. En ons aanvaar die prijs stijg na 6. So is het een prijsverandering hiervan, 3, prijs neem 2 met 3, na 6, en 10 de prijs van 6 is die hoeveelheid gevra 4. So wat sien ons? As die prijs stijg van 3 na 6, dan daal die hoeveelheid gevra van 10 na 4, of met andere woorde met 6. Is ons op die rechte spoor, een daling in die prijs, toename in hoeveelheid gevra, stijging in prijs, afname in hoeveelheid gevra. So ja, ons kan sê hierdie skedule van ons voldoen in die vereiste van die wet van vraag, want een stijging in die prijs leid tot een daling in die hoeveelheid gevra, en dan een daling in die prijs leid tot een toename in die hoeveelheid gevra.